Aanpak gedrag jonge burgers voor beter Suriname. Suriname zou verbeterd kunnen worden door de juiste aanpak van jongeren, zegt Emmy Hart, directeur van Stichting RUMAS, in een vraaggesprek met het Nationaal Informatieinstituut. Het gedrag van jonge burgers, waarmee wij regelmatig op social media worden geconfronteerd, ligt aan verschillende factoren van oorzaken. Jongeren willen meer geld, jongeren willen niet werken, eenoudergezinnen zijn enkele van de oorzaken die Emmy Hart opsomt. Stichting RUMAS heeft op basis hiervan een begeleidingsproces uitgezet die de jongeren moeten doorlopen. Het proces is gebaseerd op het zo close mogelijk begeleiden van jongeren door deskundigen en ook de begeleiding van de ouders ter hand te nemen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.